allemaal, vandaag ga ik met jullie een heerlijke salade maken. Met onder andere paprika, sinaasappel, kanelliebonen, wortel, rode ui. Super lekker. Kijk snel verder. Wat hebben we nodig? Sla, ijsbergsla, een halve komkommer, een sinaasappel, een paprika, een rode ui, kanelliebonen, een worteltje, peper, oregano, zout en olijfolie. Laten we snel gaan beginnen. Hier ijsbergsla. Ik begin even met de paprika. Dat vind ik wel mooi. Laten we beginnen met de helft. Ik zou het wel heel leuk is als je zo doet, maar... Hier zo, dat je zeg maar constant... Een klein stukje schil overlaat. Het ziet er heel leuk uit als je het zo meteen gaat snijden. Kijk, het ziet er altijd wel grappig uit. Het is net iets bijzonders. En nou denk je, wat gaat ze doen? Ik ga er een sinaasappel bij doen. Pet hier al even op, jongens. Een worteltje toe te voegen. En we willen als laatste nog een uitje toevoegen. Iemand een trucje dat je dit sneller kan doen? Want ik ben er altijd zoveel tijd mee kwijt. Nou, ik snij hem gewoon in dunne ringetjes. Ik laat altijd dit, zeg maar de wortels, laat ver aan zitten. Omdat daar zit de oorzaak van dat je ogen gaan tranen. Dus die laat ik er altijd net zo lang mogelijk aan zitten. Nog die er ook bij. En dan als laatste nog kanelliebonen. Het ijsbergsla. Oké, dit moet je even mouw opstropen. Ik ga geen te rare dressing van maken, gewoon... Wat klein smaak maken ze een beetje zout, peper, een beetje olijfolie en een beetje oregano. Nou, dan is die klaar. Eet smakelijk!